goed vertalen. Oh, ze kan er ziekenwijs staan, hè? En mam. Het is op saai, het is een beetje op saai, jongen. Ja, man. Ach, ja. Ah, lastig. Het is wel een souvenir van mijn album. Ja, man. Het is in kleuren. Heb je met z'n saai gewild? Ja, madame. Ja, madame. Wacht. Madame, we mond toe, ja. Oh, doe nog eentje, nog eentje. Meneer! Meneer! Oh, hij zit te slopen te nemen. Ja, maar vrienden van Neutsen, hè? Wat kan de haaier doen, jong? Hé? Wat kan de haaier doen? Wat kan de haaier doen? Maar ja! Wat heb je er zelf gezet in de coulissen? Ik heb het programma niet gevolgd. Hoe gaat het programma niet gevolgd? Ik heb het zelf gezet tegen mijn achter mijn meubel, komt op en trek 4 minuten naar de gezet. Ik ben nog maar 2 minuten bezig. Ik heb niet al van een besloot uit te maken. Wat is dat? Ik heb al echt mijn meubel niet verteld dat het wie de rest 4 minuten trekken gedaan. Dat is 4 minuten. Hij gaat zus hetzelfde. Maar dat is niet mooi. Dat is geen 4 minuten trekken. Zijn nu niet uw val? Niet uw val, maar dat is geen 4 minuten. Nee, hij heeft dat zelf tegen mij gezet. Achter de coulissen komt op achter mijn meubel. Zegt hij, trek 4 minuten. Hoe is ik zeggen, 4 minuten trekken bedoelt dan 4 minuten rekken. Het programma rekken. Of dan we moeten griegen roken. Dat is de bedoeling. Enchaîneren. Ah. Dat is helemaal iets anders, hè, Romeintje? Dat je gaat gezet trekken en nu zeg je aan reren, hè? Ah! Dan moet je tegen mij moeten zeggen, kom op en aan zijn reer 4 minuten, hè? Also, ik kan zijn reer liever of trekken, zo. Jongens, het is eigenlijk een godsmiddelijk beste ding dat ik kan weer net dat ik uit schieten. Hey, zijn ja, hey, goed, van mij geen last niet meer in. Dat moet zo best zijn. Hey, ik heb gedongen zo. Hop, ik schiet er uit. Ja, ja. Gedongen. Zal goed zijn zeker. Nee. Hey, mijn goed open. Ja, vreemd. Mijn breuk is gebroken zo. Van. Ja, zo. Ja, zo. Wat goed breuk ze zijn. Kom maar niet schelen, het zal toch eentje meer als aan zijn. Zo. Ja, wat? Ja. Mijn breuk is gebroken zo. Ja, maar goed doen hè. Aan de stad. We gaan aan de stad gewoon werken. Jongen, verkeerd, joh. Jawel. Voor aan de stad te beginnen moet ze verkeerd doen. Ja. Ja, maar ik vertel me nu een keer wat goed nog een donut aan de stad. Als elektricien. Wat? De elektricien. Ja, ik heb het. Mag ik er dan nemen dal van vreugd? Lekker gehad worden. Allee, moet ik gewoon iets horen. Ja, kom. Allee, hoe eten ze dat? Allee, hoe is je nu iets? Wil hem stijgen in de lucht? Daden. Hoe eet daden? Dat moet dan komen neer en op. Allee. Hoe eet daden? Kom maar niet belachelijk maken. Maar wel, hoe eet dan een ding nu? Een entrepreneur? Ja. En daden. Was je dat zien, is een dansje, hè? Weet je wel? Wat? Een feestje. Was je dat er even naast neer moet steken? Hoe heet daden? Een entreprise. Ja, een entreprise. En vriend, weet je wat dat positieve negatief is? Was naar mij mogen zoomt als. Ik vroeg ik mij af hoe dat de raad door benen gerookt zat. Aan de stad. Hoe dat de benen gerookt? Moet dat een examen doen? Ja, kijk het hoor. Ja. Een examen? Nee, ja, ik heb mijn examen gedaan, jongen. Schuur werd dat zo. Schuur, helemaal wat dan ze door deuren gerookt met mijn voet spelen ze niet, hè? Nee, met mijn voet te spelen, dat denk ik niet eens, hè? Maar wat als ze door deuren gerookt, moet een klein beetje eer zijn, hè? Want dan rook te gaan niet die benen, hè? Nee, we moeten een klein beetje niet van boven. Ja, maar boven. Ja,
Want achter de derde boer heb ik op mijn blad geschreven, dat weet God alleen. Ik heb benen gestuurd. Ja, ja. Ja, ja toch. En dat blad weer gekregen? Jo, ik. En was toen erop? God test de deuren, ga ze geborst. Dames en heren, we vervolgen ons programma. En het vervolg van ons programma is als volgt gesticht. Als we dus beginnen met... Tot hier wat is door. We gaan het doen. Hé, dat is nog niet gedaan, hè. Ik kon niet naar huis. Hoe goed naar huis? Nu zo vroeg. Ik heb het gevoel dat madame de directrice... Ja, maar dat madame de directrice met hier niets mee te zien, vriend. Dat is wat je vermoed, ga je klaar. Dat is nou ook zo. Ja, maar ik vroeg dat maar dan de directrice. Ja, maar dat kan maar. Zij zei ook, wij hebben een zot in haar seks. Dus... Ja, maar wij een zot ben ik niet zo. Er moeten twee zijn zo. Meintje, moet ik nou nog Sint Maarten Sloot hebben, zo'n jongen? Oh, waar had Sint Maarten Sloot dan mee? Ja, hoor, maar een veelhoud over. Ja? Ook Sint Maarten Sloot dan mee. Ja, dat klinkt. Wat bleef? Hij moet wel vinden vroeg of je het goed? Ja, ik dacht, hij moet nu vuur komen. Hij is, hè. En een ernstige man of ik? Oh, maar hoe zat dat brood dan van zetten? Zegt ze dat? De voeten, meneer, de voeten. De voeten? Hey, ben ik al week van aan de melktoon vraagd, zullen we? Dat is wat zot, joh. Of waar zijn de voeten? Een paar, ik stoor maar nog een paar. Een paar? Een paar, ja. Een meter of 20, 30 zeker. En dan heb ik een put. Mijn stok in paar, dan heb ik wat is er aan? Dingen, fijn kwijt het zo, dat is best een zeertje, maar ik zeg, daar gewoon woeder in de carburateur. Dat is nu ken ik niet vele van auto's. Ja, maar ik ook niet, maar de meis ook. Ja, maar goed, maar woeder in de carburateur, dat bestoort toch niet? Kan toch geen woeder in de carburateur, hè? Mensen, nu ken ik ook van auto's niet vele, maar... Ik heb het gezien, ik zeg dat ik het zelf met mijn lagen nu gezien heb. Water in de carburateur en dan goed rijden. Kan ik geen water in de carburateur gaan? Dat bestoort niet. Waarom begin je? Oh, waarom begin je? Dat is toch zus? Je zegt er zelf zus dat er niet velen van op de scant. Hoe kun je raten weten dat water in de carburateur dat dan niet kan? En ik heb gezien dat er water in de carburateur. Maar je zegt zelf dat het ruikt niet veel van de kent. Hoe weet je raten dat er water in de carburateur stond? Omdat ik het gezien heb dat er water in de carburateur is. Maar dat kan niet, dat bestaat niet. Zie je dat zo, kind? En dat is met ons. Ga ze met ons. Je altijd moet discuteren. En discuteren met mij over iets dat ik weet. Zie je dat zo, kind? Van kraag, hoe is kunnen zijn dat het. Meintje, hoe is kunnen zijn dat het gezien heb? Kan je het niet gezien? De rest, dat bestaat niet. Werden? Maar wat doen we gewoon weten? Weten? Jo, ik doe dat er in de carburateur staat. Er kan geen water in de carburateur staan. Doe de man nog maar te sloten? Jo, ik? Doe de man mij even nog. Geblaft. Ik zal in de door doen. Maar waar gaat de man naar door? Hoe weet? Ik gooi hem even not in de door doen. En we gewoon weten. Wat is kleren? Wat stoort hem? Op zijn maat te sloten? Ja, dat weet ik nu ook. Ze zullen daar op zijn maat te sloten en bewoord. In de laaien. Doe zo. De zuivesting, hier is ons het vervolg van ons programma. Ah, ja, is maar de wereld. Ja, maar gaat zelf eens uit, toch maar blijven. Ik zeg, kan ik dat denken? Kan ik dat stafke? Wat? Stafke. Ik ken u niet van, je. Wat ken hem niet? Stafke ben ik, ja. Wat dacht dat hem ken ik? Ik ben niet, maar van zijn stafke moet ik kennen. Niet omdat ik de zus bleef en iemand bezig ben, dan zegt er om mij moet hem u kennen. Ken hem niet. Wat was ook hem uitgaan? Dat doet je kern hem, zeg. Maar je moet zeggen dat hij... Ja, je moet hem kennen. Stop. Wat denk je? Stofke. Ja, maar ik weet het. Ik heb ook gezegd. Stofke, mommy. Goed, alleen. Als je het altijd de zondagochtend noemt, hè. Ja. Rechts in de minor. Rechts zit dat met een klokske. Stop, hij is je klokske. En als je het altijd de zondagochtend noemt, rechts in de minor. Wat blijft er niet zien? Dood, maar jongens kunnen zeggen dat ik hem niet kennen. Doet stofke met zijn klokske. Je kent toch stofke met zijn klokske?
Enfin, hoe zoek ik nu weten die mens dat hij zeer donker in de zon kan ik die mens niet zien? Morgen, logisch zijn woord, geestelijk zijn het toch wel wie dat is. Staat, maar enfin, de zondagocht, pas keer de zondagocht nu rechts zit dat stafke met zijn klokske. Zeg. Ah, waarom mij? Ja, stafke met zijn klokske. Ah, dan zit altijd de zondagocht nu in de minoren als de rechterkant. Ja, ik heb er nog tegen gesproken, stafke met zijn klokske. Ja, maar even goed, maar even wat is ervan? Eén in een noot. Douche. Als de mens bejangelen, allé. En wat zie je gewoon? Ik had al heel gewoon wel van ooit binnenkomen. Zo, hij bar de l'amitié, dat toch? Schuine vriendschap, hè? Ja, maar zie je gewoon. Maar niet als dat steen kan. Dat is wel. Ja, ik ben er binnen gewoon met trapbriefjes van 100 frank. Zeg, hé, hoe is je tegenwoordig draag 100 frank? Is je maar niet een keer tegen de muur kunt slaan, zou het dan een Stavenburger zeggen? En maar zie je gewoon. Zie vrij. Laffert! Deur, je hebt een boord gekomen! Deur niet! Scheelt er iets, vriend? Hij kuurt. Niet even, dat is wel belangrijk. Ah, dat zijn ze. Dat is wel, hè. Het ziet er maar geen gemak aan. Jongen, ik ben weer goed. En ik zei ze maar naar beneden, hè. En hier komen er zo twee schoenen dingen van Maas. Je suis gelul, gezegd. Hé, die smaten niet buiten, hè? En die pakken een koelse mooiste mee. Ik zeg, combien payé? En de mooiste die zei, 500 francs bien compté. Ik zeg, allez. Ik heb pas assez. Il est lisse tout dans le gilet. A port pas maman le collet. A gay maman le scupe et maman le wc. A slur maillot pour le plancher. Il se bat bien et bien maman le chaussée. Comment flanche avec moi. Allez, santé. Helemaal erleven. Waar zij mocht, maar sterke straks, zonder regel gegeneerd. Voilà! Hoe was u, hè? Want de zuite smoot. Die doet soms mijn vader beven. Nu les mijn lieke kwaad. U verrast mij vals. Voor wel vals.
Dames en heren, gelukkig wel dat ik zijn kan zien, ik ben natuurlijk uw kok. Dus te zeggen, wij gaan doen en we doen wat dat alle moderne theaters doen tegenwoordig in andere landen, in andere steden. Je kunt dus ook eten bij ons. Je kunt dus verder wat u nengen of best een entract, kun je eten krijgen. En heel goed, ook hetzelfde niet, dus ik kan zeggen dat het goed is. Heel goed, gaat heel goed diners aan 175, 100. 200, 245, heel goed, even 20 gram bier. De beste stofkarbonade die je kunt ruimen. Verdien de praas, slag we zelfs het beste virke of beste pert. Je mag er overtuigd van zijn. Dus. Mais ça l'a préparé à la maillot. À la mayonnaise. Veut toffel de draaien. Je bent niet vriend, je minuut zien. Je bent niet één en ik ben niet akkoord. Je moet eens nog toffel nummer 2 bestellen, hè? Je weet toch wel dat ze pond puree gevroren met bouletten. Het zijn toch maar boeletten, hè? Het zijn maar boeletten. Maar krijg je er iets aan mijn boeletten misschien? Nee. Maar omdat de mensen van Toffel 9 mee zien een boulet buiten aan tennis worden. Vriend, ik moest je nu naar de mensen moeten luisteren wat ze vertellen. Oh. Alleen door straks troffel nummer 7. Troffel nummer 7, die ook verse toortjes gebakken, die kiek gebakken. Met crème voor de weer van boven. Met wat? Met crème voor de weer. Alleen. Nee. Dus met crème voor de. Wel, luister. Als je die mensen moet luisteren, weet je, als ze met mijn schoenen verse toortjes gedaan hebben, zijn ze hier een beetje verwarrend geworden, dan wees gewoon smaten voor de nieuwe. Ah ja, kluwend. Het wordt precies gebakken. Kassaai. Kassaai. Ja. De bier werd erop gegeten, hè, vriend? Nee, joh, je moet kaken. Ze zijn allemaal aan het zinken. Maar wat toe? Dat doen we niet, want dat is dan. Moeten wij er een uitboeken, gelijk de zus? Ik laat hem niet, een pijntje kunnen worden. Schoon, hè? Zie achteren weer direct elkaar bier in de laf kon eten.
Maar toch wel een beetje ontspanningen, hè? Ontspanningen? Hoe is ontspanningen? Wil hij moeten dat op een intellectuele paal doen? Moet je met z'n mieren, bijvoorbeeld, kon ik een opera of een theater? Bijvoorbeeld een variété, dat kan je heel intellectuele dingen zijn. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb overlust in een variété geweest, dat was heel schoon. Dat was dan een schamateur. Ja. Ik heb geleerd. Schamateur, vind ik. Maar ben jij een schamateur? Ah. Dat komt vuurt van schamateurisme. Ah, wel, er was er een schamateur om dus te zeggen wat dat kost en ook niets. Allee. Oh, niets. Dat is niet veel, hè? Ja, maar ik bedoel, dat is een ander. Oh, niets is een ander. Ja. Ah, wel, hij pakt de stip van wat vrouw. Ocus, pocus, pas, het was een bloemen. Hé, dat kan mijn Louise Nuxen. Louise? Ja, die pakt een briefje van we moeten vragen, hè. En die zegt, ocus, pas, en... Dat is een noot. Om zieren. Ik heb een vroeger kijk mij af hoe dat de haaier benen gerookt zat als gast. Nou kreeg ik iets vroeger. Ja. Zeg, maar gaat die nu zoveel te joden gooien? Ja. Kun je maar zeggen wat dan... Wat dan een Wat dan een Opera is. Wat dan? Loot het maar niet meer zeggen, het geloot hem wel. Ik ben een opera. Ja. Kijk, ik wil je een voorbeeld stellen. Een opera, we hebben het verschil van een opera, hoe is het nu zo zeggen? Geef mij die serviette eens. Die kan ik ja. Nee, ik wil je serviette niet, hè. Zeg maar niet. Dus als ik zeg, geef mij die serviette. No,
kunt leren aan rollen. Nu van de directie niet begrepen hoe dan ze zo iets gaan haaien dat dat hier binnenkomen is. De man een onkel. Een onkel? Ah, dat was uw garçon misschien. Nee, dat was een bukser. Een bienhebber. Persianer. Persianer. Persianer? Of voor iets is de orde? Kijk, Bersianer. Ik ken die. Dat is iets kubt dat ik kan krijgen met het geld. En dit alweer veel meer geld of dat gegeven heeft. Jongen zeg, is er door geld mee te verdienen? Ja, waarde. Je moet je bij allemaal echte Rubussen. Echte Rubussen? Ja. Echte Rubussen? Verstoorde, vreemd. De echte Rubussen moet het ook zijn antieke van Rubussen onderzoeken. Ai. En wel? We zijn antieke om de En de blootse Marie loten zetten. Marie? Ja. Hoeveel? Omdat ze een afgoed gezet heeft, dat beter is dat alles op de nomen van zijn vrijheid komt. Allee, vooruit. Dat hoort ze met een krimpvoer te wijden op de hoffel nummer 2. En vooruit, ze was er al. Ze zei, het is een zuur. Wat is? Een zuur. Dat is schierzuur. Dat is krimpvoer te wijden, kijk gebokt daar. Dat is schierzuur. Dat is een goede krimpvoer te wijden. En vooruit van de rond. Je moet het, het is een zuur. Zeg dat niet zuur is! Die meisje zo. Goed, zeg dat het geen zeuren is. Als haar zo niet kon dansen, wat het is. Goed hoor. Goede. We zeggen dat maanden en echte krem voegde wij dat dat zuur is, maar door ze zuur wordt ook zuur willen gebroken hebben. Oh, leuk! Kijk, hoe ver heb je allemaal een crème voeterwee op je neus?
Dat doet ze in een schmink omschrijven.